Hallo iedereen, mijn naam is Eline. Vandaag ga ik mijn gezicht schminken. Ja, ben je er klaar voor? En ja, laat dan zeker een like achter voor deze video en laten we dan beginnen. Hey, hallo. Eerst een rekje in mijn haar doen. Dat haar niet meer bakjes blijft plakken. Beginnen met deze... What the fuck is deze? Met dit... Ja, iets. En met het, ja, het eitje dat Bert vermeld, het moet nat maken. Daar veeg ik al deze brol over mijn gezicht uit. Goed, hè? Ik heb eigenlijk totaal geen schmink nodig. Het volgende doe ik op mijn hand. Is dat handschmink? Of, nee, een borstel. Dat gaat ook nog eens op mijn gezicht. Jawel, toch wel. Want, goh, het ene ding is niet genoeg. En dan nog een tube, die net dezelfde is als de vorige tubes, bij mij weten. Rond mijn ogen, zodat ik lijk op een of andere indiaan. Ja, zie je? Ook met het eitje rond mijn ogen, van assen, zo. Kijk eens aan. Schitterend. Hoho. Alsof het er... Ho. En nu ben ik een spook. Goed, hè? Ja, en een borstel. Kus. Wit poeder. Hihi. Dan smeer ik ook nog eens op mijn gezicht. Oh, nog een poeder, omdat één poeder niet genoeg is. Voilà, dan smeren we daar. Alleen maar op de wangen. Oei. Daar ook op de wangen. Ook blijkbaar ook op mijn voorhoofd. En nu een rooienborstel voor blijkbaar nog meer poeder dat roze is. En dat gaan we blijkbaar veel afkloppen. En dan smeren we dat ook op mijn wangen. Voilà, mijn hamsterwangetjes. Aan de andere kant ook nog een beetje. Ik zie totaal geen verschil. Ah jawel, toch wel een beetje verschil. En dan hebben we een kleiner borsteltje. Daar pakken we dit bruine. Dat is oogschaduw. Kijk, jawel, kijk, mooi. Oogschaduw. Schitterend. Een tweede kleur, ook van hetzelfde palet, ook oogschaduw er nog eens bovenop, omdat één kleur niet genoeg is. Maar blijkbaar, eigenlijk heb ik al die schmink niet nodig. Eigenlijk ben ik zo ook al mooi. Bert vindt dat ook, maar toch blijf ik me altijd kapot schminken. En dit is... what the fuck? Ik smeer rond mijn ogen nog eens een keer iets met mijn witte wasco. Geen idee wat het doet, maar ik gebruik het toch. En met deze hele kleine borstel ga ik iets bruin, ga ik... What the... Blijkbaar. Oké, ga ik mijn wenkbrauwen schilderen, want dat gaan we blijkbaar ook in de make-up wereld. We schilderen die. Een borstel. Kleine wc-borstel. Daar kampt je de wenkbrauwen blijkbaar mee. Dat zou ik beter ook aan Bert geven, want deze wenkbrauwen zijn ook twee borstels. Nog een tube, dat al lijkt op andere tubes. En daar smeer ik dan ook mijn wenkbrauwen mee. Voilà. En dan, want één keer is ook niet genoeg. En nog een tube. Is dan voor, dat zit niet voor onder de A, voor een lijntje op je oogleden te trekken. Ziet je het? Ja, ziet je het? The wings! Ja, yeah, de wings, dat wil ik nog. En dan heb je nog een tube, dus dat is mascara neem ik. Voilà, mascara, doe je nog mascara op je wenkbrauwen? Wimpers? Wow, shit. Wimpers, dat moet ik toegeven, dat vindt Bert wel mooi. Goed, hè? Oh, we zijn nog één ding vergeten. Mijn lipjes. Ja, dat gaan we... Ook een tube met ja, lippenstift. Hè. Dat smeren we dan zo uit op de lippen. Zo. Voilà. Mijn haar te losmaken. Loswiebelen. Doe ik er een speldje in. Voilà. Goed. Mooi, hè? Vindt u het goed? Laat een like achter. Laat het weten in de comments of je het goed vindt. Of is Nutella nog altijd beter dan mij? Voilà. Tot ziens. Dag. Doedelmwa. Krijg toch... Nutella.